Hey jongens, hoop dat alles goed gaat. Hey, ik zou het toch nog even willen hebben over Fortuna Sittard Ajax van zondag. Want Fortuna Sittard echt magnifiek gedaan tegen Ajax. Super goed staande gehouden. Had makkelijk. Noslin, goede aanvaller. Wel een beetje ongelukkig in het afronden, maar dat komt wel goed met hem. En Ajax, oelala, dat was niet al te best jongens. En gelijk Sutelo aanvoerder maken bij zijn debuut. Dat vond ik al een beetje een vreemde keuze van Stijn. Forbes met individuele acties die tot niks leiden. Brobby ongelukkig in de spits. Lijkt alsof hij speelt zonder zelfvertrouwen. Veel frustratie. Van den Bomen die speelt met een laag tempo. Zonder echte drive. Ik vond wel Jay Gorter heel goed keeper. Die was wel wat mij betreft de man of the match. Maar ja, ik heb Kalin Kokkie gekeken. Ik heb VI Uncensored gekeken. Ik heb FC Afrika Daily gekeken. En we zijn het allemaal wel over eens dat het team tijd nodig heeft. En dat het nog een formatie moet worden. En dat het dat nog een team moet worden. Ja, dat ze tijd nodig hebben. Want sommige spelers spelen nog maar 3 dagen met elkaar. En dat is gewoon te weinig om resultaten te boeken. Dus misschien dat er na interlandperiode wel weer goed komt. Laten we het hopen. Want Ajax is een mooie club. En het zou mooi zijn als ze kunnen concurreren met Ajax en PSV. Ook Maurice Stijn heeft rare uitspraken gedaan over Sven Mislintat en over het team. Dat hij een beetje ongelukkig is over dat de spelers zijn gekomen die hij niet had gewild. Moet je niet doen, moet je niet zeggen. Want dat komt hard aan bij de spelers. En elke speler heeft gewoon een kans nodig. En Tahirovic, Sosa, Avila, noem ze maar op. Het moet nog een team worden. En ik heb het gevoel dat het wel weer goed komt. Sven Mislintat heeft diamanten ogen. Die ziet dat wel. Die weet wel wat een team nodig heeft. Dus ik denk dat het wel goed komt, jongens. We gaan het zien. Maar dit wat tegen Fortuna Sittard was echt matig. Zwaar onvoldoende. Alleen Jay Gorter was goed en Hato. Oké, jongens, dat was mijn analyse. Doei. Doeg.